een tv voor het raam van een cel, een vluchtauto met een tas en een telefoon en 1500 liter olie. Deze ingrediënten hadden zomaar voor een live actiefilm in Vught kunnen zorgen. Maar het gebeurde niet. Ridwan Taghi woont inmiddels al zo'n 3 jaar in de extra beveiligde inrichting in Vught en is daarmee de gevaarlijkste inwoner van onze provincie. En dat het gevaar zelfs in een zwaar bewaakte gevangenis nog niet geweken is, dat bleek vorige week in de rechtbank. Let op, wat we verder in deze video vertellen, ontkent Taghi en wordt beweerd door het OM. Dit is Youssef Taghi, de neef en voormalig advocaat van Ridwan. Hij stond vorige week terecht in de rechtbank in Amsterdam, omdat hij mee zou hebben gewerkt aan een ontsnappingsplan. Als advocaat kon hij 98 keer contact hebben met zijn neef, waarvan hij 22 keer fysiek aanwezig was in de EBI. Tijdens die bezoeken bespraken ze uitbraakplan BIOS. Die informatie speelde Youssef, nogmaals volgens justitie, door aan criminele handlangers, onder wie de zonen van Taghi en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. En zo kon Ridwan zelfs in een extra beveiligde gevangenis contact houden met de buitenwereld. Wat was dan het plan? Het belangrijkste onderdeel is dat de bevrijders alles wisten over de plek waar Taghi verblijft. En daar bleek een oude documentaire van Omroep Brabant handig voor te zijn. Op beelden, die uiteraard offline zijn gehaald, is te zien waar de deuren van de EBI zitten. Op de dag van de ontsnapping zou Taghi een televisie voor zijn raam zetten, zodat de bevrijders van buitenaf precies konden zien waar hij zat. De bevrijding moest gebeuren op een dag dat het hard regende. Er zou een vluchtauto met tas en telefoon klaar moeten staan, zodat hij zich snel kon verstoppen. En om politie en justitie af te schudden, moest er 1500 liter olie op de weg worden gegooid, zodat hun auto's zouden wegglijden. Over het plan schreef Taghi op: dit is geen kinderspel. Dan ben ik dood of ik zie nooit meer daglicht. Hij wilde zelfs zwaar getrainde professionals inzetten, zoals de Amerikaanse Navy SEALs. Als plan BIOS zou mislukken, lag er ook al een ander plan klaar met de naam Mega Mindy. Het was dan de bedoeling om het gevangenispersoneel te gijzelen en met geweld uit te breken. Via de media zocht Taghi naar beelden van medewerkers van de EBI. Ook die stuurde hij via zijn neef door naar de bevrijders. Justitie ziet in Youssef Taghi de tweede man in het ontsnappingsplan van zijn neef. En daarom eist het OM 7 jaar cel. De rechter doet op 23 januari uitspraak. Ridwan Taghi zelf die ontkent dat hij echt wilde ontsnappen en beweert dat het allemaal een spelletje was. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er in en rondom de EBI gebeurt? Houd dan onze website en app in de gaten.